Goedendag, u kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto's van vandaag zien we dat Nederland er schitterend bij lag. Volop zonneschijn, de meeste wolken zaten boven het noorden van Duitsland en Denemarken en ook boven Ierland en het westen van Frankrijk. Dat zonnige weer leverde vanmiddag ook nog een paar stapelwolkjes op en temperaturen van 26 graden. Daarmee was het de warmste dag van 2014 tot nu toe. Het warme weer hebben we te danken aan een lage drukgebied ten westen van Frankrijk. die zorgt voor een zuidelijke stroming met een warme lucht. En daardoor is het dus schitterend weer. Boven de Britse eilanden, het westen van Frankrijk en ook in Portugal en Spanje is veel bewolking, daar vallen buien. En het lage drukgebied komt langzaam dichterbij. betekent dus ook dat de wolken en de buien onze kant op komen. Dat zien we ook in de bewegende modelvelden. Vandaag dus schitterend weer, maar vanavond komt er al wat meer bewolking. En uh, nou, dit model laat zelfs een enkel druppeltje vallen, maar daar geloof ik niet in. Morgen dan een zonnige periode. In de namiddag en avond opnieuw een paar buien. En als we naar woensdag kijken, dan zien we dat de bewolking eerst wat dunner wordt. En later op de dag weer dikker en dan gaan er opnieuw buien vallen. Het gaat dus wisselvalliger weer worden, maar vanavond merken we daar nog niets van. Er is volop zonneschijn en hoge temperaturen. Rond een uur of half tien, als de zon ondergaat. Is het nog steeds 20 graden? Ook vannacht weinig aan de hand, rustig weer, temperaturen dalen naar ongeveer 13 graden. En morgen overdag beginnen we dan met veel zonneschijn, maar er zijn wel meer wolken dan vandaag. Hoge wolkenvelden en ook een paar stapelwolken. In de middag kan een lokale stapelwolk uitgroeien tot een bui, dat is dan meteen een hoosbui, maar de kans daarop is klein. Temperaturen lopen uiteen van 25 graden in Zeeland tot 27 lokaal 28 graden in het oosten van het land. In de namiddag en vooral in de avonduren kan er vanuit het, uh, vanuit het westen van België een enkele regenvormweersbui over Nederland trekken. En die trekken dan vooral over het zuidwesten en westen van het land. Exacte koers is nog onzeker, dus hou morgen daar de berichten van in de gaten. En als we dan naar het weer kijken voor woensdag, dan heb ik daar vrij veel onweer staan. Dat is ook zeker mogelijk, maar het is nog wel onzeker. Temperaturen gaan flink omhoog, 25 graden in Zeeland, 28, misschien zelfs 30 graden in het noordoosten en oosten. Dat kan zwaar weer opleveren, maar er zijn ook een paar modellen die het bij een enkel buitje houden. Donderdag gaan er ook buien vallen. En dan gaan de temperaturen naar beneden, 20 tot 24 graden en vrijdag moeten we het doen met maximaal van 20 graden. En in de lange termijn verwachting zien we dat de warme lucht van deze of woensdag niet snel terugkomt. Ook vrijdag de dus al rond 20 graden en de dagen daarna blijft het ongeveer 20 graden 's middags. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.